Om 9 uur 's ochtends. Ja, het is vroeg daar, ja. Maar van de andere kant, als ik al trap op naar vloog morgen, spierde jongen wordt nieuw. Ja, dat denk ik. Zullen we ons anders het gewoon even voorstellen? Ja, dat is misschien wel goed idee. Ik ben Daniel, ik heb het allemaal gedaan. Ja, wij deden het was. Maar ik ben wel, ik doe camera en zo. En ik ben Roel en ik ben de ster van de show. Wie ben jij? Ik ben Tim. Marcel. Marcel, goedemorgen. Ik ben net uit bed zo te zien, hè. Dus Kijk even hier naar. Wie ben jij en wat doe je? Ik ben Daan en ik doe het geluid. Oké, geweldig. Wil je dit ook vastzetten? Nou, ik wil ook vast naar beneden, hè. Als je naar beneden bent, dan zit je ook opgeklaagd. Dat doet ook niet goed. Ja, dat is niet goed. Moet je kijken, want ik ga gewoon recht naar beneden. Moet je maar even vastzetten. Wat zo bizar is dit. Wat, Nog één trap terug. Ik kijk heel even uit. Helemaal beneden. Nog één trap naar beneden. Geluid. Ja. Actie. Wie weet. Cut. Jouw camera is ondertussen omhoog gegaan. Je ziet die onderste dingen nog niet. Cut. Laat maar lopen. Rol, gaan we weer terug naar beneden. Holy crap. Perfect. Ik doe zo de next slide, maar heb je handen vol gewoon met niks. Het is wel heel ver gekomen. Het is een verjaardag, dat kan ook. Een verjaardag. Lijkt me heel mooi. Daan vertelt een van zijn science fiction verhalen. Mijn idee van dit shot, wat waarschijnlijk niet gaat gebeuren, dat is altijd zo. Om zo over de trap heen te laten gaan, dat je iets naar beneden dat je hem ziet lopen en dan weer iets mee met de trap. Ja, dat gaat toch niet gebeuren? Nee, misschien wel. Misschien wel, Daan. Misschien wel. Mijn eerste shot die ik... Misschien ook niet. Kijk. Hier gewoon even... Ja. Ja. Ja, dat. Zijn we met een grote beweging. Ja. Die zien we nu. Okay. Die hebben we niet gedaan. Ik zou en dan is Dirk nog een keer. En dan gaan we naar buiten. En dan doen we die weer in. En dat is het. Dan zijn we er. Ja hoor. Samen met die andere chip shots, een van de beste shots van Phil. Duidelijke aanwijzingen als regisseur zijn. Mag best wel gezegd worden straks door iemand. Ik weet niet door wie, maar een van jullie. Tegen Fluisdonk. Oh ja, maar best wel duidelijke aanwijzingen als regisseur zijn. Ik wil precies hetzelfde zeggen. Dankjewel. Hij zit al in de kubus, is dat ook goed? Hij zit al in de kubus. Oké, boys. Is het niet een kwestie van deze aandrijving?
Huh? Dat je hem gewoon op hoogte vaststelt. Ja, dat kan. En dan doe je dat ook. Dat is veel makkelijk. Ja. Klaar. Dat is niet zo moeilijk. Wow, mag ze allemaal niet weten. Nee, maar ja. Komt ook alleen omdat hij ouder is. Ja. Ik werk hier elke dag mee hoor, dus. Ja. Nee, oké, even wachten. Ja. Geen actie. Even wachten. Dus. Even wachten. Actie, reactie. Ja, dat is het probleem met actie, hè? Dan krijg je reactie. Actie, reactie. Ah, oké. Okay. Iets wat oh, wat schaaf, man! Hij ziet er super uit, Roel! Ja. Dus ik ga een kaart gebruiken! Oké, er een trapshot, shot van hoe die binnenkant, shot van hoe die wegvindt. Hebben we hem! Nee. Oh, hij moet ook nog komen! Ja, maar hij moet ook nog... Ja, je moet ook nog komen! Nee, er moet nog flink wat shots moeten, maar het is nu 10 uur. En we hebben nog zeker tot 12 uur de tijd, dus dan gaan we helemaal schaften. Dat komt helemaal goed. Schaften! Hey. Daar komt er links nog een extra trap, want hier heb ik heel veel ruimte. Oké, maar dan ga je wel tegen een ruit in filmen, hè? Acting. Ja, wel? Ja, dat doe ik wel, maar ik wil het ook niet. Want die vraag maar over de... helemaal niks. Oké. Dan maar jouw stomme zin. Getekend. Of zo? Schut de train. Dobski! Dat is een mooie Dobski hier. Ja, laat eens kijken, Rob. Nou wil ik hem zien ook, hè? Nee. Mij niet lekker maken, vervolgens geen snoepjes laten zien, hè, Rob? Kom op, Rob. TV-onderdelen. Nou. Kijk, dan doe ik zo dit. En dan heb ik zo dan een volgende dipping. Ja, is goed. Dan horen we die pik. Ja, is prima. Ja, dan ga je weer met je geluid. Fijne taak, hè? Zo heerlijk. Je moet echt geluidsman worden. Echt, wie dit ook kijkt. Oh, kijk, zijn ze allemaal zware dingen. Zo, ik heb alleen maar een microfoontje en een hengeltje. Koptelefoontje. Ja, ik heb mijn handen moeilijk. Dus de diefkop is zwaar. Dat is wel zwaar. Nou jongens, ik vind het een beetje lang duren, hoor. Dat vind ik ook. Ik heb ook allemaal een schietjes op. Wat we er kunnen zijn, hè? Ja, al 3 keer. Ja, de rest van de shots zijn allemaal buiten. Dus ga je jas maar allemaal pakken en je handschoentjes. Kak! Dit wordt kut. Dus daar hebben we in principe helemaal geen gym bij nodig. Ik zou gewoon een statief pakken daarvoor. Kom hier nu mee.